Gisteren op het terrein van Stichting De Olifant vond de heringebruikname van het kantoorgebouw van Stichting De Olifant plaats. Erevoorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, Ramdin Sarju, zei tijdens zijn toespraak dat er belangrijke beslissingen zijn genomen in dit gebouw. Het besluit om staatsolie te behouden heeft daar plaatsgevonden. Mijn zegen naar de partij voor verder gaan in dit gebouw, waar belangrijke beslissingen zijn genomen voor de partij, niet alleen, maar voor het land. Bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden hier. Het behoud van staatsolie heeft plaatsgevonden hier, anders was het verkocht voor 50 miljoen US-United States dollars. Daarna zei Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, het volgende. We zien de investeerders die zich aandienen. En we staan aan de vooravond van de grootste historische ontwikkeling van ons land. Ja, heren voorzitter, waar een bedrijf voor 50 miljoen US dollar verkocht zou worden. Daarvoor is er hier strijd geleverd. Maar toen ik overnam daar, hebben we een ander document gezien. Ook van die vorige regering. Waar ze nog steeds doorgingen om het bedrijf te verkopen. Nu voor 500 miljoen aan een buitenlands bedrijf. En die opdracht was gegeven aan Sasoli. En dat bedrijf met de eerste projecties van staatsolie, wat recentelijk is gepresenteerd, aan staatsinkomsten alleen, is meer dan 25 miljard waard in 20 jaar alleen aan de staatsinkomstenzijde. En kijk wat men zou doen met het land en het bedrijf. En het zijn die mensen die graag weer verantwoordelijkheid willen nemen in het land. Word wakker, volk van Suriname. Wordt wakker. En die FID komt. Die FID komt over enkele weken al. En dat zal het moment zijn dat Suriname op de wereldkaart geplaatst zal worden als het land met enorme olievoorkomens, gecommercialiseerd, geprojecteerd voor de komende jaren. Met de inkomstenzijde en een spin-off effect naar zoveel investeerders, de local content, naar arbeiders die men nodig gaat hebben, de werkgelegenheid die gaat ontstaan. En niet alleen in die oil and gas, maar ook hospitality, appartement, huizen, terreinen, restaurants, taxichauffeurs, Surinamers die hun eigen producten maken. Toerisme gaat groeien. En dat allemaal slechts op basis van één blok. 58, waar we nog meerdere blokken hebben. En dat is die grote uitdaging die wij vanuit dit partijcentrum moeten gaan uitdragen. Die verkiezing van 25 mei is geen verkiezing van wie gaat winnen en wie gaat verliezen. De verkiezing van 25 mei gaat bepalen de toekomst van het land. Dat je daar leiders moet gaan plaatsen, partijen moet gaan plaatsen die hun verantwoordelijkheid kennen. Die kennis en deskundigheid hebben om land op een verantwoorde wijze te leiden. Die deskundigheid hebben om crisis te beheersen. Die alle partijen betrekken in hun beleid. Die goede internationale samenwerking hebben, vertrouwen genieten van de internationale gemeenschap. Maar een visie hebben hoe om te gaan met oil en gas. En dat is waar de VHP voor staat.